En ondertussen zit er een uh, nog ander bekend volk bij ons. Want uh, het is weer tijd voor maandag natuurlijk uh, voor onze kunstrubriek. En dat doen we ja. met Mark Sterken. Heel goedemiddag, Mark. Maarten, goedemiddag. Mark met een C en met, uh, met Sterken met een K. Hè, ja, zoals absoluut. we dat gewoon zijn van jou. Wat heb je meegebracht? Want uh, ja. als ik potjes zie, dan gaan ja, we iets doen. Dan gaan we iets doen. Hè. Gaan we, eens doen hè. we hebben hier een niet zo jong schilderijtje. En wat zoals is, je wat ziet, is niet zo jong? Uh, het is moeilijk te Heb ik nog niet onderzocht, maar toch minstens een jaar of zeventig, denk ik. Uh, zoals een gezien, jaar of 70-80 of uit de jaren 70? 80 Nee, nee een jaar of 70-80 oud. Okay, ja. Maar ik heb het nog niet onderzocht, dus dat weet ik eigenlijk niet. Waar uh, komt het vandaan? Dat is de van de een inderdaad. klant die gevraagd heeft om dat schoon te maken. Okay. Zoals je ziet is het helemaal bros geworden, het is niet meer gespannen, het, het zit niet meer goed in zijn vel. Letterlijk. Ja, maar, uh, maar op, ik ga het eens even zo of misschien uh, uh, ja, vanaf voilà, de achterkant. De achterkant ook, je ziet dat is allemaal, je ziet de bewegingen. in het doek, het voelt ook heel erg bros aan. Uh, het is tijd dat het naar een dokter komt. Ja, voilà. En jij bent al die dokter uh, die uh, dat uh, gaat herstellen. Maar hoe begin je aan zoiets? Bah, eerst moet je een onderzoek doen, natuurlijk. Hè. Je moet weten waar je van werkt. Bijvoorbeeld, dit is van Katoen. Dat hebben we onderzocht al. Ja, en hoe onderzoek uh, je dat dan? Onder uh, microscoop. Een ja. microscoop. Ja. Uh, en dan alles heel goed bekijken, zoals je ziet. hier, je ziet, die, die nageltjes zijn verroest. Uh, hier zit dan nog vrij goed, maar hier zie je al dat al, al, al heel een hele loop verdwenen is. Dat zit daar wat in, dan moet er toch vanaf gaan gehaald worden. Ja. En uh, wat is hier nu gebeurd? Meestal zijn dat de mensen zelf die dat creëren. Dat <laughs> komt bij een eerste eigenaar en een tweede eigenaar waarschijnlijk heeft dat gezegd van ja, oh, ik vind het niet zo leuk, en dan gaat de zolder op. En dan op een gegeven moment vinden ze dat terug en dan gaat naar de ja. kelder. En, zegt een, en iemand zegt op een gegeven moment, ja het is toch een mooi schilderij. Ik wil het eigenlijk toch wel houden. Mm -hmm. En dan gaan we onderzoeken wat we ermee kunnen doen. Hè. En is het dan uh, doordat het uh, veel heeft meegemaakt dat het er zo uitziet ja, dat ja, als het ja. beter onderhouden was, dan, dan hadden we een heel ander schilderij gehad? Dat je een heel ander schilderij had. Ja. Ja. Nu het is wel een factor die hier belangrijk is, dus de vernis die daarop zit, ja. uh, die heeft zelf ook een, uh, een vorm van degradatie meegebracht. Want Met die oude vernissen daar zaten harsen in en die gaan in de tijd verbruinen, vergelen. Zeg okay, maar. Ja. En hoe ga je dat nu schoonmaken? <coughs> dat gaan we naar direct tonen. Eerst moeten we. Een zeker thuis zeggen, begin daar zelf niet aan. Ja. De, de gouden raad van Tante Don't Kaat. try this at home. Hè? Telt hier dus niet. <laughs> uh, want elke schilderij is anders. Ja. Elke vernis is anders. Elke verf is anders. Dus je moet eerst een aantal testen uitvoeren mm -hmm. om te weten welke chemicaliën je gaat gebruiken. Want wat is hier eigenlijk gebeurd? Door die bewaaromstandigheden, door die vocht, is er een aanval geweest op de cellulose. Oxidatie en bij gevolg verzuring. En dan ja. ook mm -hmm. de. Luchtverontreiniging, mm -hmm, zwavelsioxide. Ja. Heeft dat allemaal aan de gang gebracht, zeg maar. En welk spul heb je voor dit schilderij nodig dan? Daar hebben we dit voor nodig. Ik ga de naam hier niet van vertellen. Okay. Omdat als iemand toch in zijn gedachten moest krijgen: van ik ga dat eens proberen, ik ja, kan ja, dat ja. heel erg fout uitlopen. Het is een chemisch product niet. Ja. oké. Okay. En uh, dan gaan we ergens hier eens kijken. Hè. Ga je het dan in een hoekje proberen? Dan gaan we, nou, dat hebben we al gedaan. Ah, oké. Okay. Dus. Uh, op dit moment weten we al ongeveer, maar ziet u het gebeuren? Ja, de kleur laat los. En dit is wat we nu eigenlijk doen. Kijk, hier zit dus de vernis, wordt nu op het watje overgebracht. Ja. En kijk eens, Maarten. De lucht wordt weer blauw. Straf, hè? En, en de verf die blijft gewoon Dat bewaard. Zie je dus, Er gebeurt niks met de verf. Hè? Ja. Dat komt omdat we precies weten wat we aan het doen zijn. Mm -hmm. Stel nu dat mensen zelf zo'n schilderij hebben, dat je denkt van ho, oh, dat, dat heeft wel een opknapbeurt nodig zoals Mark aan het doen is, waar kunnen ze dan terecht? Bij Mark Sterken, Rijksweg 229, Deelze Stokken. En, en de website En de website, de website ook, is kunstrestauratie-in-het-midden-atelier.be Ja, en zo kunnen ze dan... Uh, ja. Dit is wel een monnikenwerk hè man, Allee, dit is nu een uh, klein schilderij maar... Ja, ja, je moet daar wel wat geduld voor hebben natuurlijk hè. En je moet dat plezant vinden. En dat, je vindt dat plezant? Ik vind dat... Kijk, dat... je ziet nu... Dit is nu wel, het gaat nu wel vrij gemakkelijk. Ja, ja oké. Okay. Maar er zijn, zijn er andere... Ja, 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 ja absoluut. er zijn er ook wat van gezegd van... Uh, het wil hier maar niet, hè. Ja. Het is echt wel... De lucht wordt echt blauw terug, hè. Maar je ziet dus hier... Kijk, en dus je ziet hier... En, en dit is bijna een groene lucht die er, ja. die er langs zit. Dat komt omdat dat blauw daaronder zit. En die verbruining, vergeling van die vernis, die... Geeft dan groen, zeg maar. Hè. Ja. Maar je ziet hier komt... Uh, ja, ja. Zeg je, volgende week breng je dan het, uh, het eindresultaat mee? Volledig misschien niet, maar toch een maar stukje. stukje Iets wat ik nu onmiddellijk ga doen, ja? is ook op het moment dat je als je chemicaliën inbrengt, mm -hmm. moet je ze ook neutraliseren.